Mijn naam is Tini Winter. Ik ben 57 jaar oud en heb inmiddels al een flinke carrière achter de rug. En pas sinds kort werk ik bij de NZA als toezichthouder. Daarvoor was ik concerncontroller bij een zorginstelling. En toen kreeg ik compliance als nieuwe taak in mijn pakket. En toen dacht ik, daar wil ik meer van weten. En zo heb ik de opleiding compliance aan de VU gedaan. En dat heeft me uiteindelijk zoveel nieuwe inzichten gebracht, dat ik dacht, ja, daar wil ik gewoon mijn werk van maken. Dingen als soft controls en goede checks en balances in de organisatie, dat is iets waar je als controller niet zo snel aan denkt, maar die zijn eigenlijk heel belangrijk. En die kan ik nu gebruiken in mijn huidige functie, want ik mag meewerken aan het programma Goed Bestuur van de NZA. Nou, dat programma is vooral bedoeld om de governance in de hele zorgsector op een hoger plan te krijgen. En dat is heel belangrijk, want ook in toezicht vinden wij dat voorkomen beter is dan genezen.